We gaan vandaag de stroom berekenen met delta Y transformatie. Dus we hebben het vorige keer gedaan met Y delta en nu doen we het met delta Y. Dat is driehoeksster. En het gaat om deze stroom. Ja? Je gaat natuurlijk, je eerste stap is, je gaat je A, je B en je C kiezen. Toch? Ik ga dit even wat dichterbij aanschuiven. Oké, dan ga je dus jouw A, B, C kiezen. Dat is je eerste stap. En je R berekenen. Toch? Om je R te berekenen heb je natuurlijk een vaste formule. En die is dus R is A plus B plus C. Oké. Als je kiest voor hier, dan hier je A, je B, je C. Dan krijg je uiteindelijk moet je een ster krijgen. Dan krijg je hier van die ster RA. Hier krijg je RB. En hier RC. Nou, dan ga je je R berekenen. Dat is dus 30 plus 20 plus 50. 100 ohm. Je hebt vaste formules voor het berekenen van je R'tjes. RA is AB gedeeld door R. Heel makkelijk om te onthouden. RB is BC gedeeld door R. En RC is CA gedeeld door R. Nou, hier krijg je dus voor A 30 maal 20 gedeeld door 100. Is misschien 6 ohm, kan dat? Klopt dat? Hier krijg je 20 maal 50 gedeeld door 100 is 10 ohm, tot 1000 gedeeld door 100. En hier krijg je 50 maal 30 gedeeld door 100, misschien is het 15 ohm. Is het goed? Hebben jullie een calculator? Oké, dan ga je je schakeling opnieuw tekenen. Kijk, ik ga het in diezelfde schakeling voor je doen. Met opzet. Zoals we hebben afgesproken. Hier komt je RA. Kijk maar. Ik ga tekenen. RA. En dat is 6. Hier komt je RB. Dus ik moet dit alles weghalen. En hier mijn RB tekenen. Kijk maar, hier en dat is 10. En hier komt mijn RC, dus ik moet alles weghalen en hier mijn RC tekenen. En dat is 15. Dus krijg je dit. Ja? Dit is niks anders dan een serie schakeling. 24 parallel 6 is 30. Dan mag dit weg. Dit is ook een serie schakeling 10 parallel 10. Dan krijg je 20. Niet zo netjes. En je 15. Hier is het logisch. Je ziet duidelijk dat je daar een parallel hebt. Van 30 parallel 20. Dat is 30 maal 20 gedeeld door 30 plus 20. Dat is 600 gedeeld door 5. Dat is 60 gedeeld door 5 is 12. Dus dan mag ik eigenlijk dit vervangen met één weerstand van 12. Kijk maar. Dan krijg je om nu die I te berekenen. Dan zeg je RV is 13 plus 12 plus 15 is 40 ohm. En met de wet van ohm, I is U gedeeld door RV. 100 gedeeld door 40. I is 2,5 ampère. Of je nou met delta Y of Y delta doet, je moet hetzelfde antwoord krijgen.